Ernie Enig is de nieuwe directeur van de SRS. Hij volgt Gunno Ravenberg op. Het contract met Enig is vandaag tijdens een persconferentie getekend. De nieuwe SRS-directeur is 41 jaar oud en startte 22 jaren geleden met zijn mediacarrière bij Radio 10. Daarna heeft hij als reporter en presentator gewerkt bij ABC Radio en TV. Enig zegt de uitdaging aan te gaan om het radiostation weer naar grotere hoogtes te brengen, zoals het vroeger was. We zijn hier. Ik kom bij de SRS. Ik volg SRS al heel lang, want ik heb altijd wat gehad met talen en presenteren. En daardoor volg ik de SRS al heel lang, sinds de tijd van wachten op middernacht toen, een Boeroe-programma. De Oeroe-Oeroe en Sasabe wel. Ja toch, Olu? Het is er nog. Ja, maar toen was het onder andere Glenn Truideman, dus wat maar bij presenteren en toen. We hadden Giuliano Belfort en Clyde Sloten met Blind Date. Dat soort programma's waren er ook. Patrick Sweet zal het wel weten als een van de ouderen hier. En zo hebben we dus de SRS gezien als een station die toch wel erg toonaangevend was. Je kon luisteren naar de SRS, je bent een Arkidentra-station toen, maar de SRS had altijd wat te bieden. En daar willen we naartoe. We zijn de laatste jaren gegroeid naar een situatie van oud SRS en nieuw SRS. Mijn stokpaardje en mijn richting zal zijn communiceren met elkaar en dingen samen doen. Ik ben niet hier om de basha te komen uithangen. Absoluut niet. Ik wil samenwerken met ieder. De komende tijd gaan we daar ook met de verschillende afdelingen zitten en met u van gedachten wisselen. U mag uw hart luchten, Otaki. Otakkomitus Revi. Het bedrijf zal worden geprivatiseerd, zegt president-commissaris Stanley Dijksteel. De SRS is verlieslatend. Daarnaast staat het werknemersbestand op 96. We zullen proberen te creëren een level playing field waarbij wij de voordelen van de SRS vanuit de staat zullen proberen te elimineren. En dat wij groeien naar public-private partnership, of dat wij groeien naar privatisering, wanneer de tijd daar is, dan zullen wij dat aan de regering adviseren. Maar daarmee gaat gepaard dus dat de SRS nooit meer, maar dan ook nooit meer, door een toevallige regering misbruikt kan worden om grote delen van deze gemeenschap op een manier te indoctrineren welke niet past. President-commissaris van de SRS, Stanley Dijksteel, vandaag tijdens een persconferentie, gedurende welk Ernie Enig als de nieuwe directeur werd gepresenteerd.